Zo, goeiedag. Ik ga jullie vandaag eens een nieuwe rotatielezer laten zien van de Walt. De Walt heeft een nieuwe generatie rotatielezers. En dit is de DC1079 groen. We hebben die ook in het rood uiteraard. Wat is het voordeel van deze laser? De laser kan tot een bereik van 600 meter. Dat houdt in links 300 en rechts 300. Verder is, wat wordt er meegeleverd in de kit? In de T-Stack koffer zit er standaard een afstandsbediening. Zodat je deze rotatielezer kan gaan bedienen op 30 meter. Uiteraard de ontvanger, want het is een rotatielezer. Een bracket, een doelplaatje, een lader en uiteraard gewoon een accu. Het voordeel van de rotatielezer van de Walt is dat ze met een accu werken, de 18 volt platform van de Walt. Dat betekent dat eigenlijk alle batterijen van de Walt, zelfs de flexop batterijen, hierop passen. Het grote voordeel van de 18 volt 2 ampère accu is dat die in de walbescherming zit. Dus je ziet hier ook de rand van boven en onder, dat houdt in dat hij een bescherming heeft. Het voordeel is dat als hij valt van een statief of iets dergelijks, dat de behuizing heel nat. Nu, de statiefvoorziening zit ook normaal gezien aan de onderkant vastgeschroefd. Nu is daar altijd heel slim in geweest en hij heeft een voetplaat gemaakt die tussen het statief en de laser in komt. Dit zorgt ervoor dat als hij zou vallen van het statief, dat dit loskomt. En dan kan de laser heel rustig doorstarten. Zo heb je dus ook geen breken op je chassis. Nu gaan we hem even laten zien, je kunt hem ook verticaal gaan gebruiken. Het voordeel van deze laser is, zoals ik al zei, 600 meter. Het is een groene in dit geval. Deze laser niveleert zichzelf tot een 8 graden. Dus dat is wel een mooie toegevoegde waarde. Het gaat vrij snel, zoals jullie zien. Nu kan ik met de laser een dubbel afstop. Dat houdt in dat ik mijn assen met X en Y-as kan gaan afstellen. En eigenlijk heel simpel, zodra je hem aanzet, gaat de laser zichzelf nivelleren en dan zal het rode lampje even knipperen totdat hij zijn niveau heeft gevonden. Uiteraard, en na een aantal seconden staat dat vast en gaat hij niet meer knipperen. Nou, dan nog eens een aantal seconden gaat deze uit en gaat hier een tweede lampje groen branden. En dat houdt in dat hij tiltmodus heeft. Dus als nu iemand er tegenaan staat, heeft hij een piepsignaal, doet hij verder niks meer. Dan moet je hem uitschakelen. Dan kan je op één manier doen, dus de knopje drukken of de twee bovenste knoppen van de afstandsbediening drukken. Aanzetten gaat alleen aan de body, niet op de afstandsbediening. Nu ga je ook manueel kunnen werken. Of als je zo ziet, hij staat nu automatisch. Wil je niet in die tiltmodus, druk je één keer deze knop in. Dat is de hellingsknop. Als je die één keer indrukt, doe het nu op de afstandsbediening, verspringt hij en kan ik eigenlijk doen wat ik wil. Manueel. Ik heb een loodlijn naar boven, ik heb een loodlijn naar beneden, waardoor ik ook haakse hoeken kan uitzetten, zo verticale modus. Maar ik ga nu even laten zien hoe we onze assen gaan instellen. Dus ik heb er nu op manuele modus staan, twee rode lampjes brandende. En met mijn assenbediening van X en Y, of de X en Y knop hier op het toestel, kan ik mijn assen gaan aanduiden. Ik heb nu mijn X-as aangeduid, dat betekent dat ik zo kan gaan kantelen en dat doe je door middel van de pijltjes dus. Die staan ook aan de zijkant van de body. Zodra ik die instel, ga je zien dat de lijn een schuine lijn gaat worden. Hij gaat nu naar mij toe komen, dus mijn schuine lijn loopt nu naar jullie toe. En zodra ik de as ga veranderen, kan ik ook die laten schuin gaan. Het voordeel is dat ik een plat dak kan laten afwateren of een oprit of dergelijke. Een mooi voordeel. Dit kan ook op verticale modus. En dat maakt het zo uniek. Als ik nu een muur wil gaan uitlijnen of op een bestaande muur wil verder bouwen, kan ik dit dus ook gaan doen. Nu kan ik dus zo schuin gaan maken als dat moet, maar ik kan hem zo ook op een bestaande muur gaan uitlijnen. Dat is een mooi voorbeeld. Dan heeft het toestel ook een scanmodus. Een scanmodus is een 15 graden, 45 graden of 90 graden. Dat is de knop hier van onder. En zo gaan we die op. Automatische modus staan, dus niet op manuele modus, kan ik deze ook gaan positioneren. He? Dus als ik hem nu stilzet, dan zal je zien dat ik mijn lijn kan gaan verplaatsen. Ja, dus nu gaat het naar de muur. En nu kan ik zeggen dat gebied afscannen. Dat is 15 graden, 45 graden, 90 graden. Ja? Wat zit er nog op? Er zit een RPM toetsknop op. Dat houdt in de snelheid uiteraard. Standaard als je hem aanzet gaat hij op 600 toeren draaien. Druk je nog een keer in gaat hij naar 1200 toeren. Dat is nuttig voor een grotere afstand. Dus als je in die cirkel gaat gaan dan is 600 meter. Druk je nog een keer in gaat hij naar 150. En nog een keer is het 300. Dus we hebben 150, 300, 600 en 1200 toeren. Verder is
Wilt men het controleren dat het toestel nog juist staat, is ook vrij simpel. Wat doet men? We laten hem nu roteren zoals hij nu doet. Hij heeft zijn eigen pas gezet en staat ook nu in tiltmodus. Ga ik eigenlijk op 30 meter afstand een aftekening geven. Dus ik teken mijn lijn af, onderkant of bovenkant, zoals men wil. Maar doe het altijd hetzelfde. Teken hem af, draai het toestel volledig rond en kijk wat de afwijking is. Dit toestel mag 1,5 mm afrekenen, maximaal op 30 meter. Eigenlijk op 33 meter zoals de Walt aangeeft. Want 30 meter vind ik dat al veel meer dan genoeg. Dat houdt in op 100 meter, 4,5 mm maximale afwijking. Nu, zou die buiten dat aspect vallen? Geen probleem, de Walt geeft een gratis calibratie cadeau. Koop je dit toestel, registreer hem binnen de 4 weken van aankoop en je hebt een gratis calibratie. Dat houdt in dat je 55 euro uitspaart op dit model. Dat was eigenlijk de rotatielezer. Dit is de 079, de DCE 079 D1G. Deze wordt ook in set geleverd en dan zit je aan 1299.